Er moet bezuinigd worden op onderwijs vanwege de staatsschuld. Wij, arme studenten en arme docenten, wij moeten gaan betalen voor de rijke bankiers die nu miljarden krijgen. Dat is natuurlijk belachelijk. Ik zeg, haal het geld waar het zit. Zit bij de bankiers en stop dat vervolgens in iets constructiefs als onderwijs. En niet een zaak als oorlog. Maar haal het bij de bankiers, niet bij ons. Right, we zijn in Den Haag verzameld vandaag. Het is 21 januari, de dag van de grote studentenprotest. Wat is er nou aan de hand? We gaan dus bezuinigen met dit kabinet. 3000 euro voor elke student die meer dan een jaar langer studeert dan voor de studie is weggelegd. Nu is mijn vraag eigenlijk voor de mensen hier, want we komen met z'n allen om te protesteren, om proberen iets te veranderen in deze besluitvorming van het kabinet. Maar gaan we daadwerkelijk door middel van hier met z'n allen te staan op het Malieveld een verandering teweeg brengen in de politieke besluitvorming? Of gaan we straks vanaf augustus, hoe dan ook, die 5000 euro betalen en maken we er gewoon een feestje van hier vanavond en kijken we wel wat er verder gebeurt? We bereiken zo ten eerste niet veel, alleen we beperken wel wat er gaat komen voor de volgende keer. Nou, we hopen dat ze ergens stiekem toch nog een beetje barmhartigheid kunnen tonen en een beetje bij kunnen draaien, ons in ieder geval een beetje tegemoet kunnen komen en dat ze ook snappen dat ze het zelf in de vingers snijden als ze kennis-economie zo belangrijk vinden, dan snappen ze ook hopen wel. Maar goed, zo slim zijn ze misschien ook niet. Oké, ik hoop het. We zijn met, als het goed is, met 16.000 man vanmiddag hier tezamen. Ook leraren hebben vanochtend al een stem laten horen, in die vorm van die optocht met de intodoga's. Dus ja, en zo komt er ook nog een grote stoet aan, dus ik denk wel dat dat een... Maar gaat het echt verandering teweeg brengen in de bezuiniging? Dat denk ik niet, maar je kan op zijn minst je stem laten horen. Ja? Ik bedoel, als je niks doet, dan gebeurt er ook sowieso niks. Dus ik denk dat het goed is om je sowieso je gezicht hier te laten zien. Ja. En met hoe meer mensen je bent, des te meer indruk het gaat maken uiteindelijk, denk ik. Dus... Ik hoop het. Maar wat denk je diep van binnen? Ja. Ik weet niet. Ik ga gewoon doen mijn best en ik hoop dat ze ons serieus nemen. Gaat dit politieke verandering teweeg brengen? Nou, als je het niet doet, dan komt er in ieder geval niks van terecht. Dus ik denk dat dit de enige is waarbij we een klein beetje verstand bij de politici kunnen brengen waar het tegenwoordig al niet meer is. Dit is dus eigenlijk niet triest. Dit is het hoogst haalbare wat wij kunnen doen als studenten om dit te proberen. Daar hebben ze het aan gemaakt. Ja. Ik denk dat het in ieder geval verandering teweeg brengt bij mensen die thuis zitten. Die zoiets hebben van, hey, ik had niet gehoord dat de bezuinigingen zo streng waren op onderwijs. Ik weet het niet. Ik denk eerlijk gezegd dat dit weinig uit gaat halen. Ik denk dat hier vrij weinig van aan wordt getrokken in Den Haag. Waar we natuurlijk wel onze stem kunnen laten gelden is bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus wij kunnen natuurlijk zorgen dat in de Eerste Kamer natuurlijk een meerderheid komt over links. Zodat we flink wat wetten nog kunnen tegenhouden. Dat is het enige wat we kunnen doen. En ik denk dat we hier vrij weinig mee kunnen bereiken. Okay. Nooit in één keer. Maar het is wel de druk vanuit steeds meer jongeren, maar ook vanuit mensen binnen partijen die nu in de regering zitten, die is van groot belang. Dat ze zeggen, jongens, natuurlijk moet bezuinigd worden, maar niet op onderwijs. Dan moet je juist op investeren. En uiteindelijk holt de druppel de steen uit. Dus je heel lang dit volhoudt, want we hebben een goed verhaal over onderwijs, dan gaat dat een verschil maken. Daar ben ik van overtuigd. We zien dus bij de ingang van de demonstratie dat de spandoeken die aan stokken zijn vastgezet, dus dat de spandoeken eraf worden gehaald door de politie. We gaan even vragen wat daar nou de bedoeling van is. Want ja, als je de spandoek wil laten zien met 10.000 mensen, moet je wel een beetje hoog kunnen houden, toch? Dus, wat is het ding? Meneer, zou u misschien met me opvragen? Ja, ik heb een camera, daar hebben we een persverlichting voor. Wel? We willen eigenlijk alleen weten waarom de stokken eraf moeten. Persverlichting. Waar zou het niet? Dat zou je zelf, denk ik wel, als je niet heel erg diep over na te denken, denk ik. Als je bedenkt waarom de stokken er vanaf moeten. Ja, maar als je bedenkt, we zijn straks met 10.000, 16.000 man daarop. Ja. Dat ga je niet kunnen laten zien zonder stokken. De spandoek. Ja, moet je op elkaar schouders gaan zitten. Dat is de bedoeling dan. Ja, nou, misschien nog gevaarlijker. Jullie hebben toch nog een beetje creativiteit open. Ja, nou dat wordt wel weggehaald met die bezuinigingen. Ja. Hè? Wat vind je er nou van dat je dus nu je spandoek waar je gewoon energie in hebt gestoken, dat je het moet weghalen? Dus wat is de reden, zei je? Hij mag niet breder zijn dan 2x2? Hij mag niet dikker zijn dan 2x2 centimeter. En dat kunnen ze met het timmermans oog heel goed vaststellen. Studenten en ook leraar. Nou, dat is goed. Of je op de onderwerp kan blijven, dan ben je niet doorgegaan. Dus mensen dachten dat ze kwamen met spandoeken om die aan de wereld te kunnen laten zien, of in ieder geval aan Nederland te kunnen laten zien. Kijk wat ermee gebeurt. Kijk wat ermee gebeurt. We gaan er natuurlijk allemaal vanuit en we hopen dat de hele maatregel niet doorgaat. Want nogmaals, er moet iets gebeurd worden. Is dat bier? Ja, ik begrijp het.
vraag is dat jullie dat hopen, dat begrijpen we allemaal. Maar de vraag is nu, is het reëel om die hoop te houden? Nou, stel in het meest ongelukkig geval dat de maatregel wel doorgaat, zou het echt schandelijk zijn als dat zou gelden voor de mensen die nu al studeren. Is het niet terecht dat mensen 5000 euro moeten betalen voor te lang studeren? Nee, dat vind ik niet. Is het niet terecht dat studenten een eigen bijdrage leveren in hun toekomst als investeerder? Nou, kijk, allereerst doen ze dat natuurlijk al, want het kabinet doet nu of de studiefinanciering die ze krijgen de hele collegegeld is. Dat is het al lang niet. Het is maar een schrale tegemoetkoming als je het totaal bekijkt. En daarbij worden ze al, nou ja, ze worden niet gestraft, maar ze moeten hun eigen bijdrage al geven. Omdat ze zelf, je hebt op een gegeven moment geen recht meer op studiefinanciering als je er langer over doet. Dan betaal je dus, wat je normaal een studiefinanciering kreeg, betaal je nu al zelf. Okay. Dus dat is eigenlijk al je straf. En dan gooien ze dan nu nog eens een keer 3000 euro bovenop. Maar we betalen heel veel van de studie allemaal zelf. Die studieschulden van 30.000, 40.000 euro, die moeten wij nog ons hele leven afbetalen. Absoluut. Wij zeggen ook, een lui student die moet ook bestraft worden. Want als je echt niks doet, dan moet je ook op de blaren zitten. Maar er zijn natuurlijk mensen die gewoon een hele moeilijke studie volgen. Bijvoorbeeld een technische studie of medicijnen. En die moet je daar niet op afstraffen. Dus wij zeggen, wees streng voor de lui student. Maar geef de excellente student, de student die echt iets van wil maken, geeft niet nou de ruimte. En wij zijn zelfs ervoor dat de studiefinanciering voor een deel wordt afgeschaft, maar dan moet je dat geld wel investeren in het hoger onderwijs en niet in de zakken van de minister van Financiën stopt. Nou ja, als je ziet hoeveel meer bachelors en masters gaan verdienen dan mensen met een lagere opleiding, dan betaal je via de belasting echt driedubbel dwars terug. Dus waarom zou je dan, terwijl ik nu 50 uur in de week werk, met studeren en werken bij elkaar, nu nog meer weg gaan halen, dat ik nog meer krom moet liggen, terwijl ik het later makkelijk veel meer bij kan dragen aan de belasting. Weet je hoeveel een lang studeerder kost? Nee, maar weet je hoeveel een lang studeerder kost? Zou u daar nou eens antwoord op kunnen geven? Ja, daar kan ik antwoord op geven, want de Nederlandse belastingbetaler betaalt helemaal niet voor de lang studeerders. Daar gaat geen cent naar de lang studeerders. Daar gaat geld naar de studenten die binnen de normale tijd afstuderen. Dus het is een fabeltje om te denken dat er geld gaat naar de lang studeerders. Backstage bij de studentendemonstratie in Den Haag. Het schijnt dat er een aantal politie komen, waaronder ook Alexander Pechtold. Die zou binnen een half uurtje hier zijn. We gaan even kijken wat deze mensen hier nou van te zeggen hebben. Hebben zij nou precies dezelfde redeneringen als die we toen net van de studenten gehoord hebben? We moeten iets doen, dus laten we dan protesteren. Is het niet tijd om eens gewoon daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming door dingen in handen te nemen? We gaan het straks aan politici vragen die in de oppositie zitten in de Tweede Kamer en die gaan proberen natuurlijk dit kabinetsbeleid tegen te werken. We gaan kijken in hoeverre ze daarin zullen slagen. We staan hier met Alexander Pechtold, de lijsttrekker van het D66. We staan hier op de We staan hier allemaal samen. Laten we even met z'n allen bij elkaar staan. Eerlijk waar, 20 jaar hebben Rutte en Verhagen samen gestudeerd. Is het niet hypocriet dat als ik 5 jaar wil studeren, dat ik 5000 euro in totaal voor een collegejaar moet betalen? Ik vind het een hele overstandige maatregel. Ik vind dat je dit al zou willen dat je dat niet op dit moment kan invoeren. Korter en überhaupt, er moet gewoon geïnvesteerd worden in onderwijs. Een langstudeerder is geen luie studeerder. Voor technische studies, maar ook artsen studeren nou eenmaal lang. En ik vind ook dat iemand een fout moet kunnen maken, maar het is een beetje een afleiding van de hoofddiscussie. Zo is het. Het kabinet bezuinigt op onderwijs. En nou proberen ze te zeggen van ja, maar er zijn langstudeerders en universiteiten hebben misschien geld. Dat is een heel andere discussie. Je bezuinigt in tijden, in geen enkele tijd, maar zeker niet in tijden van crisis, op je volgende generatie. En zeker niet als je zegt dat je de economie wil sterker maken. Maar de beste manier om de economie sterker te maken is investeren in onderwijs, in wetenschap en in innovatie. Wat kunnen jullie als leiders van de oppositiepartijen doen om de besluitvorming rondom deze bezuinigingen aan te pakken? Dat kunnen we nu al door met betere ideeën te komen, maar dat kunnen we na 2 maart helemaal, wanneer we daar een meerderheid hebben in de andere kamer, de Eerste Kamer, om te zorgen dat dit soort onzalige ideeën, wat we al zagen bij de cultuur, gewoon een halt toe kunnen worden geroepen. Zo'n bezuiniging op onderwijs en zo'n onderwijsbegroting, daar kan die staatssecretaris niet mee naar de Eerste Kamer, wanneer we zorgen dat daar ook andere meerderheden zijn. En precies, zorg ervoor dat dit kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Dit is nou typisch zo'n voorbeeld
dit is een voorbeeld van een wet waarvan je dan moet zeggen, in de Eerste Kamer moet je tegenhouden. Al was het maar, omdat het ook behoorlijk onbehoorlijk is, om nou meteen mensen die al aan het studeren zijn, te confronteren met zo'n enorme verzwaring. Kijk, we hebben nu de staatssecretaris die zegt dat het onderwijs is een investering in je toekomst. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar moet dat uit de zak van arme studenten gehaald worden? Of mogen de bankiers die bijvoorbeeld 29 miljoen hebben ontvangen, niet ook een beetje bijdragen? Eerlijk wezen, ook wat mij betreft, mogen studenten, als ze afgestudeerd zijn, daar best iets voor terugbetalen. Maar dat moet je wel op een eerlijke manier doen. En dit is niet de goede manier. Er was in december een rapport wat niet de hoofdlijnen in de krant heeft gehaald. Maar dat was dat we voor het eerst nu een generatie hebben, is vastgesteld uit onderzoek, die lager is opgeleid dan de vorige generatie in Nederland. Als dat geen teken is dat we het onderwijs op één moeten zetten. We hebben nu motie na motie kamerbreed in de Kamer gehad, waarin we zeiden we willen naar de kennistop 5. We weten de rapporten waarin staat hoeveel dat kost. Dan moet je niet als kabinet gaan zeggen, daar gaan we een agenda na 2014 maken. Je moet het gewoon gaan doen. U had het net op het podium over dat de belastingbetaler eigenlijk helemaal niet betaalt voor de langstudeerden. Nee, dat klopt. Liegen ze dan niet in het kabinet? Want zij vertellen ons, of zij doen ons denken, dat de belastingbetaler opdraait voor de langstudeerden. Ja. Is dat dan niet gewoon een klinkklare leugen? De universiteiten en hogescholen worden betaald voor het aantal jaren die voor een studie staan. Ja. Maar studenten die er langer over doen, daar krijgt de hogeschool of de universiteit niet voor betaald. En inderdaad, dit kabinet wekt de indruk dat de belastingbetaler betaalt voor de langstudeerden. En dat is dus gewoon niet waar. Dat is gewoon klinkklare onzin. Dat is gewoon klinkklare onzin. You're now tuned in to GetMix.fm, GetMix Radio, your connection to real music.